Nederlands elftal is definitief uitgeschakeld voor het EK van 2016. Dus alle ogen zijn weer gericht op de Eredivisie. NEC gaat naar FC Twente. Om 12:30 trapt de Nijmeegse formatie af tegen het geplaagde FC. Twente staat op een voor hun teleurstellende 16e plaats met slechts 1 gewonnen wedstrijd. NEC daarentegen staat boven verwachting op plek nummer 7. Er liggen dus kansen voor de Nijmegenaren. Het is een grote club, andere budgetten zoals wij hebben, andere supporters, dat hebben we kunnen merken. Dus die druk ligt daar bij de club. Die moeten uiteindelijk staan ze veel te laag voor wat ze zijn. Dan moeten zij omhoog kijken. Nou goed, wij kunnen daar hopelijk van profiteren om via onze speelwijze een goed resultaat te halen. Ja, goed, het zal geen makkelijke wedstrijd zijn. Twente heeft een goede ploeg, in die zin goede spelers. Steile lijn te pakken. Groot stadion. Maar goed, ik denk dat wij vooral naar onszelf moeten kijken. Wat hebben we gedaan om bepaalde prestaties te halen afgelopen periode. En dan moet je weer zien te herhalen. En van daaruit op eigen kracht erheen te gaan. Nou, we missen nu Halldórsson. Pittige schouderblessure. Gaat een aantal maanden duren. Dus eerst gedachten zijn bij de jongen zelf. En uiteindelijk is het hier bij de club snel door moeten schakelen. Omdat we zondag wedstrijd hebben. En kijken wie er dan eventueel klaar is om hem te vervangen. Santos was met Venezuela weg. Ik heb kort even gesproken, mooie ervaring. Ja, als je in Brazilië speelt, een hele andere beleving dan meestal in Europa. Ja, die jongen komt blij en met een nieuwe ervaring weer terug. Dus voor ons is het alleen maar waardevol en zeker voor hem. Gaat hem helpen in zijn carrière. En we missen dan Siad Celik. Die was met de belofte slechts 3-4 spelers minder. Maar genoeg over om goede trainingen te maken. Veel getraind, hard getraind. Tegen FC Eindhoven gespeeld. 1-0 gewonnen. 3 dagen vrij geweest en nu langzaam opbouwend naar de wedstrijd van zondag. Keeper Hannes Halldórsson van NEC is met een schouderblessure wellicht een lange tijd uitgeschakeld. Wie gaat bij het elftal van trainer Ernest Faber het doel verdedigen? Nou, we gaan waarschijnlijk kiezen voor Benjamin. Maar de verschillen met Marco zijn heel erg klein. En het verschil is niet echt groot. Alleen ja, we gaan vertrouwen geven aan al beide keepers en laten we Benjamin starten. Zondag dus om 12:30 in de Grolsvesten in Enschede.